Hoi, ik ben Jochem, ik ben tweedejaarsstudent Built-Environment Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. En vandaag heb ik jullie mijn verhaal over mijn studiekeuze, hoe ik bij mijn keuze ben gekomen. Als kleine Jochem was ik altijd al best wel creatief en vond ik het leuk om dingen te ontwerpen. Gebouw vond ik leuk, architectuur vond ik interessant. En naarmate ik naar de middelbare school ging, naar de HAVO, kwam ik ook met beta-vakken in contact. En ja, dat ging me wel goed af. Dus toen zag ik van oké, ik wil iets technisch. Ik wil ook iets creatiefs en iets waar ik eigenlijk wel een beetje kan ontwerpen. Via mijn decaan kwam ik dus bij de Hogeschool van Amsterdam uit. En ja, daar ben ik naar open dagen geweest, open avonden. Geen meeloopdagen helaas, raad ik wel echt aan. Want vorig jaar, mijn eerste jaar, heb ik studenten mee laten lopen. Dan krijg je echt een veel betere impressie van de studie en hoe het studeren is. Dan had je eigenlijk op de open dagen en open avonden krijgt. Dus zo ben ik daar gekomen. Toen heb ik een beetje bij mijn eigen kringen gekeken van hoe en wat. Wat denken mensen dat bij mij past, zoiets. En ja, daar is het bijvoorbeeld iets van, ja, bouwkunde, dat ligt je wel waarschijnlijk. En toen heb ik uiteindelijk nog bij mijn neef heb ik wat dingetjes nagevraagd. Hij deed ook de bouwkunde studie. Als ik echt tips zou meegeven over het kiezen van een studie, kijk vooral heel erg bij jezelf. Sluit niet te veel dingen uit. Dat is een beetje mijn verhaal. Hoe ik bij mijn studie ben gekomen. Tot ziens.